Traditionele Nederlandstalige nummers zoals Midden in de Winternacht, De Heddertjes Lagen bij Nachten. Welkom bij FM Goud. Ja, proficiat met jouw nieuwe album, Kerst voor Iedereen. Welke nummers staan er precies op en hoe ben je te werk gegaan voor dit album? Nou, er staan 12 nummers op. 8 hele traditionele Nederlandstalige nummers, zoals Midden in de Winternacht, De Heddertjes Lagen bij Nachten, Stille Nacht. Ja, dat soort liedjes die echt iedereen kent. En ik heb dat heel bewust gedaan omdat ik het zo jammer vind dat de oorsprong en echt de traditionele kerstliedjes, dat die een klein beetje verloren gaan. Dus ik dacht, ik heb zelf 3 kinderen die ik ook het kerstverhaal natuurlijk uitvoerig heb verteld. En ja, ik denk dat de jeugd van tegenwoordig veel te weinig nog stilstaat bij waarom wij kerstmis vieren. Dus het is een beetje cliché, maar dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, dat is zo. Vertel eens wat meer over die 4 gloednieuwe kerstliedjes van jou op het album. Nou, die 4 nieuwe liedjes die zijn nieuw, maar dan wel weer met het kerstverhaal. Zoals bijvoorbeeld Kerstmis begon daar in die nacht. Daarin vertel ik dus dat eigenlijk niemand toen had gedacht dat Kerstmis begon daar in die nacht. Kijk, op het moment dat Jezus geboren werd in een stal, hadden we niet kunnen bevroeden dat zoveel duizenden jaar later Kerstmis zou worden gevierd op deze manier. Dus ik heb het wel in een nieuw jasje gestopt, maar wel die oorsprong wel heel duidelijk terug laten komen in het verhaal. Ja, daar is ook een mooie videoclip over opgenomen, over dat nummer. Ja. Is dat allemaal goed gegaan, die videoclip, ja? Dat moest allemaal 's nachts, want het moest heel donker zijn en de straten moesten leeg zijn. Dus dat was wel heel koud, maar het is wel fantastisch mooi geworden. Ja, super. Waar ik dan nog een vraag over heb, die cd is ook een luxe verpakking te koop, voorzien van een kookboek. Dat klopt. Vertel daar eens wat over. Ik heb samen met de Nederlandse tv-kok Ramon Beuk heb ik mijn 10 favoriete kerstgerechten klaargemaakt. Dat hebben we heel mooi gefotografeerd. Daar heb ik allemaal op gefilmd, hoe we dat voorbereid hebben. En ja, die limited edition is verkrijgbaar. Dus met het kookboek en de cd. En ja, ik zelf kan niet heel goed koken. Maar met dit boek kan zelfs ik een beetje uit de voeten. Super. En hoe ziet het eindejaar eruit voor Jan Smit? Hoe zien de feestdagen eruit voor Jan Smit? Is er tijd voor het gezin? Ja, nou, zeker met kerst moet je daar natuurlijk tijd voor maken. Ik vier 24 december op kerstavond met de hele familie Smit. Met mijn ouders, mijn zussen en zwagers. En onze kinderen vieren wij kerst bij mijn moeder thuis. En dan ga ik de dag erna naar Curaçao, naar de Nederlandse Antillen, vlieg ik lekker ver weg naar de zon om daar het jaar af te sluiten met mijn gezin. Kijk eens aan. Wat kan een mens nog meer trouw wensen dan dat? Hè? Nee. Eens even kijken. We blikken ook vooruit op 2016, want dat is het jaar waar dat jij 20 jaar op de planken zal staan. Gaat dat gevierd worden? Of dat gevierd gaat worden? Ja, daar gaan we natuurlijk het hele jaar bij stilstaan. Ik doe een aantal concerten in Vlaanderen. Ik geef een 11-steden-tour in Nederland. Dus alle grote zalen die er zijn, die doen we aan. En er komt een nieuw album, er komt een best-of-album. Ja, ik kan nog niet verklappen wat er nog meer komt, maar er staat een hoop op stapel. Oké, super. Dus de fans die mogen wel wat verwachten dan. Hè? Ja, als je jarig bent of als je iets te vieren hebt, dan moet je wel een beetje uitpakken natuurlijk. Ja, inderdaad. In Vlaanderen mogen we jou in 2016 ook niet missen, of moeten we jou niet missen, want je start op 20 februari in de Oktoberhallen in Wiezen. Ja. Met de Vrienden voor het Leven Tour. Samen met Lindsay en met de Romeo's gaan wij door Vlaanderen toeren. En dat wordt ook ontzettend leuk, omdat wij heel goed bevriend zijn en ja, onze liedjes heel mooi door de avond heen zullen gaan spelen. Ook met elkaar, dus we gaan daar echt een mooie samenwerking van maken. En ja, dan sta ik daarna nog in april sta ik in de ETS Arena voor het Slagerfestival. Dus ja, eigenlijk ben ik het hele voorjaar in Vlaanderen te zien. Kijk eens aan. Wat mooi, de Vlamingen die gaan heel tevreden zijn en denk onze luisteraars ook. Ja, ik ben heel blij als ik hier mag spelen, dus ja, dat is dan wederzijds. Oké, super. Jan, ik wens je nog een heel fijn einde jaar. Dankjewel. Hele fijne feestdagen. Jullie en ook heel veel succes. Dankjewel en tot volgend jaar. Oké, super.